Een hoofd. Een hoofd. Een afgehakt hoofd. Oh! Oh, dit is best wel eng. Eel. Eel, ja. God, hé. Hey. Ik geloof het. Hallo en welkom bij weer een nieuwe serie. De zoveelste. Waarin we de pittoreske dorpjes van Nederland afgaan. Want Nederland is zoveel meer dan alleen Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Het heeft veel meer mooiere pareltjes. Toch, meneer? En daarom staan we vandaag in Amerongen. Ik heb er zin in. Let's go! Ik sta hiernaast. De heer Kuiper. Hilda Kuiper. De heer en mevrouw Kuiper. Ja. Zijn jullie samen getrouwd? Inderdaad, ja. Hoe lang? Bijna 30 jaar. Oh, kijk. Hoe zou u uw liefdesleven omschrijven in 3 woorden? Goed, fantastisch. Ja, moeilijk. Goed, fantastisch, moeilijk. Hoe zou u het omschrijven under the sheets? Positief blijven. Positief. Praten erover. Ja. En... De derde? Ja, liefde. We beginnen meteen met het meest pittoreske kasteel van heel Nederland. Misschien wel van de wereld. Namelijk Kasteel Amerongen. Dag Lodewijk. Dag. Jij bent kasteelheer. Ja. Is dit jouw kasteel? Dit is niet mijn kasteel, maar ik werk voor het kasteel. Maar Lodewijk, je snapt wel, dit is een nieuwe, frisse, blitse serie. Ja. En het eerste wat we doen is naar een kasteel van ik weet niet hoe lang oud. Dus het moet wel lekker fris zijn. Ja. Waar gaan we als eerste heen? We staan nu op de dierenbegraafplaats in Amerongen, in de tuin. En hier zijn alle honden en katten begraven. Oké. Okay. Ja. Want wie Amerongen zegt, zegt echt, dierenbegraafplaats. Dieren. Ja. Amerongen is bekend om de dierenbegraafplaats. Oké. Okay. Ja. Kom allemaal en aanschouw deze dode katten. En het kasteel. En ze hebben ook zwijntjes. Lodewijk. Ja. Wat is nou het meest waardevolle? Wat hier in deze ruimte staat. Of ergens anders? De kast. Dit is een kast waar vroeger linnen werd bewaard. Linnen. Oh, linnen. Damast, ja. Ja. En dit noemt ook een kabinet. Maar dit is dus een kabinet? Dit is een kabinet, ja. En stel, ik ruim dit allemaal netjes op. Ja. Hoe heet het dan? Hoe bedoel je, je ruimt alles netjes op? In de kast. Dat heet ook nog steeds een kabinet? Nee, dan heet het kabinetjes. Het is opgeruimd. Opgeruimd. Nou, Lodewijk. Wat het altijd goed doet op YouTube zijn spookverhalen. Ja. Is hier een spannend spookverhaal? Over. Ik heb zelf nog nooit hier iets gehoord. En ik kom hier af en toe 's nachts ook binnen, maar het is altijd heel stil en er gebeurt eigenlijk weinig. Maar er zijn een familie die hier gewoond hebben, die wat hebben gehoord. En, ja, maar kijk, dit verandert zaak. Kunnen we die zolder zien? We kunnen even zolder kijken. Maar, oké. Okay. Wil je ja, zolder kijken? Ja, oké, okay, let's do it. Nou, toch? Ja. Vet. Ik ruik... Ja, je ruikt het haat, hè? Oeh, ik ruik de dood. Er was hier ooit een bloedbad, van heb ik jou daar. En je hoort de dieren hier nog gillen. Misschien de plaagdieren. Nee, de gefileerde katten die hier aan de gewelven hingen. Nee, dat is hier nooit gebeurd. Nee. Kom maar. Oh, mijn god. Wist jij dat in dit kasteel in de muren iemand is gemetseld die er nooit meer uitkwam en nu nog hoor je daar het gegil en het gekrap tegen de stenen. Nee, wist ik niet. Nee. Is het zo? Nee, is ook niet zo. Oh, dit vind ik eng. Dit vind ik eng. Kom er maar even bij. Kijk eens even. Zij heeft dus al die dieren hoogstpersoonlijk onder de grond begraven. Zij heeft al dieren begraven. Ze is mee begonnen. Dus levend. Levend. Nee, niet levend. Niet levend. Lodewijk vertelde net dat hij iets heel spannends voor mij had in petto. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk.
Want jij spaart donornieren. Donormieren? Nieren. Mieren. Nieren. Mieren. Nieren. Oh, nieren. Ja. Ik zie het nu. Kijk. Nou goed. Ja, nee. Maakt allemaal niet uit. Wat zit hierin? Hier zit een dodenmasker in van de heer Van Ginkel. En nou, dat wil ik je laten zien. Een hoofd. Een hoofd. Een afgehakt hoofd. Wel een af... Nou, het is niet afgehakt, maar wel zijn hoofd. Oh! Oh, dit is best wel eng. Eel. Eel, ja. God, hé. Hey. Ik geloof het... Eel, bah. Oeh. Het is die... Het is van was. Ja, doe maar dichterbij. Hij bijt niet. Nou, Lodewijk, ik vond het leerzaam en leuk, maar vooral ook spannend. Dankjewel. Heel erg bedankt. Merci dat jij er bent. En doe de groeten thuis. Zal ik zeker doen. Oké. Okay. Dankjewel. Dan ga ik er weer vandoor. En dan nu het moment waar ik al de hele aflevering op heb gewacht. Het testen van de kipknot. Dat ga ik iedere week doen in ieder dorpje. Dus ik ben benieuwd hoe die in Amerongen smaakt. Als ik zeg kip, zeggen jullie knot. Kip. Knots. Gooi de vetvijver maar aan. Helaas, die hebben we niet. De kipknots. Heb je geen kipknots? Nee, helaas. Als jij een vis zou zijn, was je een lekkerbekje? Nee, ken ik niet. Nou, doe ermee wat je wil. Ja, is goed. Dag, hallo. Goedendag. Ik ben Bram. Goedendag, ik ben Frits. Frits en? Jan. Jan en Frits. Jan. En jullie hebben een eigen brouwerij. Maar ik ben hier natuurlijk bewust naartoe gegaan, want ik heb zin in zuipen. Je hebt zin in zuipen? Een kleine zuip. Even een pimpeltje. Ja, dat kan. Gaan we lekker pimpelen? Ja, mannen, als jullie hadden gezegd dat dit een crystal meth lab was, had ik het ook geloofd. We zijn ook gewoon lekker met de mannen. Weet je, gewoon geen gezeik. Gewoon lekker met de mannen. Toch? 7,3. Het kan zijn dat er nu mensen aan het kijken zijn die denken, Amerongen, misschien vind ik het wel leuk, maar ik weet nog niet zeker. Misschien kan jij ze overtuigen. Ja, Amerongen is een super dorp. Het ligt eigenlijk aan de zuidkant, aan de Betuwe, aan de Uiterwaarden. Met iets meer seks. Maar Amerongen heeft voor jongeren, ja, het is natuur en rust. En ateliertjes. Nou, wat moeten we ermee doen? We moeten, nou, en daar proosten we op. Ja, proosten. Zullen we lekker in de tuin zitten? Lijkt me goed, pa. Hop, lekker. Over hotspot gesproken. We staan nu voor Café de Tram. De plek waar het allemaal gebeurt. Spannende verhalen, seks, drugs, rock'n'roll. Je moet hier wezen. Ik zit hiernaast. Gerard Kruijer. Gerard, jij bent eigenaar van dit café. Ja, ja. Hoe lang doe je dit al hier? Ik ben hier geboren. En getoog? Ja. En gemaakt. Ja? Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Dat moet je niet aan mij vragen. Oké. Okay. Wil? Wulf. Wulf? Ja. Dag Wulf. Jij komt ook uit Amerongen. Nee, uit Elst. Aha. Ja. Maar Elst is zo saai dat je altijd hier naartoe gaat. Ja, daarom. Ja. Ja. Heb jij toevallig ook de vrouwtjes hier gevonden? Nee. Tot hoever gaat jouw range? Wat je denkt van, nou, dat vind ik... Nou, het kan heel ver gaan. Nou, ja. niet ver, maar heel 75? Ver terug. 75? Heel ver terug. Okay. Oh, zo, ja. Ja. Op die manier. 15? Moet wel ruip zijn, hè? Ja, nee, dat is zo. Alleen nu, het is een dag, een warme dag. En de mooie mensen zijn er allemaal niet, want ja. Noem je mij nou lelijk? Tess, wat doe je hier? Ik ben hier dus geboren en getogen. En ja, ik kon hier eigenlijk niet meer weg. Nee? Ik vind het wel leuk. Oké, okay, nou dat is het allerbelangrijkste, ja, toch? Ja, in het weekend heb ik altijd, komen hier veel jongeren en... Kijk, kijk. Dan ben ik, dan kom ik. Tot leven. Ja. Want nu ben je eigenlijk dood. Ja, eigenlijk wel. Ja, wij hebben een verrassing voor jou. Nou, wat leuk. Want deze plek vinden wij oké. Okay. Nou, mooi. Nog niet kijken hoor. Hou vast, hou vast. Nou, dat was hem dan weer. Amerongen, ik vond het super gezellig. En deze plek is oké. Okay. Was fun. Volgende week gaan we weer naar een nieuw dorp.
laat even weten in de comments waar ik nu weer naartoe moet gaan. En maakt niet uit of het nou in Zeeland, Limburg of Friesland is. We gaan ervoor. Was gezellig. Tot volgende week. Joejoe. Groetjes.